Hey YouTube, ik zit hier samen met Diana Browse. Jullie kunnen haar met deze naam vinden op Instagram. En op Facebook ook, of niet? Ja, binnenkort ook op Facebook. Mm-hmm. Dus ga haar even volgen. Vandaag gaat zij mijn wenkbrauwen doen. Omdat ik altijd zo, ja, 's morgens mijn wenkbrauwen zo bijteken. Omdat ik heel lichte wenkbrauwen heb. Nu zijn ze bijgetekend, maar ja, zoals jullie kunnen zien, ik ben geen pro. En zij wel. Overduidelijk. En wat ga je juist doen? Ik ga je wenkbrauwen threaden. En threaden, dat is in plaats van te waxen, dat doe ik dan met touw. Normaal gezien gaan er veel meer haartjes af, want meestal bij het waxen blijven er altijd zo wat babyhaartjes over. Maar bij threaden nu niet. Ik ga dan een beetje met mijn pincet goed je vorm bijwerken. En wat ik dan doe, is ook nog trimmen. En dan gaan we met henna tinten. Dus dat maakt je wenkbrauwen donkerder. Oké, spannend. Ik hoop dat het niet te veel pijn gaat doen, maar bij vrouwen kunnen we er tegen. Ja, als we een pincet gewoon zijn, gaat dat wel lukken, denk ik. Ça va. En dan mijn henna tinten. Hoe ben je daarop gekomen dan? Ja, de meesten doen het gewoon met verf, maar ik vind dat dat niet zo lang blijft. Dus na een paar dagen is dat eigenlijk eraf. Van op je huid, zowel op de haren, vind ik ook. Dus heb ik met henna geprobeerd voor mijn haar te tinten, te kleuren. En ik vind dat dat een veel beter resultaat geeft. Dus de eerste paar dagen is het wel op de huid. Dan vind ik het een supermooi effect. En daarna gaat het een beetje eraf, maar het blijft nog wel op de haren. Dus dat ongeveer 3 weken. En dan mag dat opnieuw komen. En waar kunnen ze bij u terecht? Ze kunnen bij mij terecht ofwel... Dus op Instagram maak je dan een afspraak en dan kan je bij mij terecht thuis in Braschaat of in de zaak Diossa. En dan werk ik samen met een collega van mij en daar doe ik uw wenkbrauwen ook in het salon. Het kan ook aan huis natuurlijk, so let me know. Super handig dat dat ook aan huis kan natuurlijk. Zij zien nu ook, zoals jullie zien, bij mij thuis. Vind ik echt een top idee, zo aan huis echte wenkbrauwen en zo gaan doen. Is echt heel gemakkelijk. En hoeveel vraag je dan voor zo'n treatment? Dus ik werk nu ook met een bonus eigenlijk, omdat ik eigenlijk vanaf nu start. Hè. Dus ik ben al 2 weken bezig. Wat ik vraag is voor het threaden is €15. En voor het kleuren en het tinten dus €10. Maar als je dat samenpakt is het €20 in plaats van €25. Voilà, ja. En dat voor 3 weken perfecte wenkbrauwen, dus zeker een aanrader. Jij moet mij zeggen hoe dat je wenkbrauwen moeten en ik geef je een beetje advies. En we zullen zien. Okay. Kijk goed, dankjewel. Kijk er naar uit. Oké. En ben je bang? Ja. Een beetje. Maar ik vertrouw haar. Ja. Ja, eerst even streamen, dus alle lange haartjes een klein beetje korter knippen.
It's harder when the sun is shining, 'cause the light's not fair. I'm talking to my darkest shadow. Hey YouTube, ik ben net terug van de fitness en jullie kunnen zien dat ik al iets minder rood zie. Het is nu 1 uur 's nachts denk ik, dus ik moet persoonlijk wel wennen aan de kleur. Ik vind het vrij donker, ook omdat ik blond ben. Maar ik denk dat dat vooral wennen is, omdat ik dat niet gewoon ben, die donkere kleur. Maar ik vind het wel goed, ik vind het wel mooi. Vooral ben ik favoriet van deze, want ja, uw wenkbrauwen zijn nooit gelijk. Ja, dat is mijn experience na wandeling.